VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV-TV. We beginnen vandaag met een terugblik op de 1-3 overwinning op bezoek bij Almere City. Het was alweer de derde zege op rij voor de ploeg van trainer Rick Kruis, die momenteel op een knappe derde plaats staat. Het zijn dus mooie weken voor de club. Ja, we hebben een goede serie en dat moeten we nu vasthouden, omdat zondag natuurlijk alweer snel voor de deur staat. Ja, je hebt nu twee wedstrijden gehad waarin je overtuigend wint. Hoe blik je daarop terug? Met een goed gevoel. Ik denk sowieso blij om in de koel te winnen. Ja, dit was natuurlijk wel een hele belangrijke, maar ook moeilijke wedstrijd bij Almere. Nou, het is toch knap van de ploeg dat ze uiteindelijk die 3-1 pakken. Wat stemt je vooral tevreden over het spel van je ploeg? Met name de tweede helft. Met name een stukje teamspirit. Een stukje ervoor gaan. Maar ook de manier waarop de goals gemaakt werden natuurlijk. De eerste helft was moeizamer. Wat verandert er dan in de rust of wat zet je om? Ja, er waren natuurlijk een paar kleine omzettingen. Maar het was vooral natuurlijk dat we veel meer lef hadden en veel meer energie in de wedstrijd stopten. Om uiteindelijk ook tweede ballen te pakken, om snelle ballen vanaf de zijkant in te brengen. Ja, en dat leidde gewoon tot heel veel gevaar voor de tegenstander. En de doelpunten worden ook steeds mooier, lijkt het wel, hè? Ja. Nee, er zaten geweldige goals tussen, dus laten we dat vasthouden. Kun je dan ook genieten van zo'n avond als je langs het veld staat? Ja, zeker als je de spirit ziet van iedereen, inclusief staf, inclusief wissels. Dat maakt wel dat we een hecht collectief zijn op het moment. Heb je dan ook het gevoel dat hechte collectief die derde positie vast kan gaan houden in de laatste periode? Ja, dat moet blijken. Daar gaan we alles aan doen natuurlijk. We staan daar nu en uiteindelijk hoop je daar natuurlijk te blijven staan. Is dat ook een goede afspiegeling van de ontwikkeling die de ploeg heeft doorgemaakt gedurende het hele seizoen? Dat denk ik wel. We worden steeds stabieler. We hebben natuurlijk af en toe wel eens een paar downs, maar de ups die zijn er veel. Volgens mij hebben we van de laatste 6 wedstrijden de 5 gewonnen. Dus dat is gewoon een hele goede serie. Ja, en dat willen we gewoon doorzetten. Dat moet dan gebeuren in eerste instantie tegen Roda. Weer een Limburgse derby in eigen huis dit keer. Ik kan me voorstellen dat je daar ook naar uitkijkt. Zeker. Sowieso vind ik de derbies mooi. Sowieso vind ik de beleving in de koel mooi. Ja, en is het natuurlijk zo dat we de vorige keer tegen Roda, dat was een hele vervelende avond. Ja, dat willen we nu rechtzetten. Wat moet er dit keer dan beter vergeleken met die wedstrijd? Beter verdedigen, want toen hebben we de goals natuurlijk weggegeven. Meer initiatief nemen aan de bal. En laten zien in eigen huis dat je de baas bent. Niet alleen met het team, maar ook met Kees de Boer gaat het goed. De middenvelder is in bloedvorm en zit momenteel lekker in zijn vel in Venlo. We zijn bezig met iets met het team en dat is het belangrijkste. En dat het met mij dan goed gaat is alleen maar mooi meegenomen. Ja, maar laten we inderdaad beginnen met het team. Jullie staan nu op derde plaats. Ik kan me voorstellen dat de sfeer in de groep goed is. Ja, dat kan je wel zeggen. Natuurlijk hadden we 3 weken terug even een dompertje opgelopen. Maar we hebben ons goed herpakt. En natuurlijk... Team spirit zit goed, eigenlijk het hele seizoen al. En dat je nu derde staat, dat is prima natuurlijk. De afgelopen weken speelde de Boer zelf een belangrijke rol in het succes van zijn ploeg. Zo was hij in de laatste 2 wedstrijden goed voor 2 doelpunten en gaf hij 2 keer een assist. Ja, ik ben blij. Ik voel me goed. En dat ik dat kan laten zien met goals en assists is top natuurlijk. En, die lijn wil ik doortrekken. Want we hebben nog niet heel veel doelpunten gezien van Kees de Boer bij VVV. Hoe kan het dat het nu lukt? Ja, vorig jaar 0. En dit jaar staat hij op 6. Dus dat is ook lastig te verklaren. Dit jaar voel ik me gewoon beter. Ik zit er beter in. Ik heb meer vertrouwen. En je bent ook iets meer ingespeeld op elkaar. En dat helpt natuurlijk ook. Ik speel iets aanvallender dit seizoen. Dus je komt ook vaker in die positie en gewoon blij dat ik nu mijn goals kan meepikken. En dat is alleen maar goed voor mij en uiteindelijk voor het team ook. Tegen Den Bosch was je al man of the match en een doelpunt uit de vrije trap. Ben je een beetje een vrije trappen specialist aan het worden?
Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik heb, het is er twee genomen. Eentje op de lat, eentje erin. Dus dat is wel aardig. Alleen, vroeger nam ik ze eigenlijk ook al vaak. Bij Swansea volgens mij mijn laatste erin geschoten. Dus blij dat ik er nu weer eentje in mocht schieten. Een echte specialist wil ik me nog niet noemen. Maar ik weet dat ik het kan. En dat probeer ik ook af en toe op te trainen, na de training. Maar ik hoop dat ik er nog eentje kan inschieten. Dan moeten we het natuurlijk ook nog hebben over je doelpunt tegen Almere. Een prachtige goal. Hoe vaak heb jij het woord Bergkampiaans gehoord de afgelopen dagen? Heel vaak. Dat is natuurlijk heel mooi dat je een soort gelijke goal kan maken. En natuurlijk was die nog wel iets mooier, want er was nog een hele tegenstander bij. Maar ik nam er goed mee en schoot hem uiteindelijk goed binnen. Dus blij mee. Je krijgt die bal van Mitchell van de zijkant. Weet je dan gelijk dat je hem op die manier mee wilt of moet nemen misschien? Nee. Ik kwam iets achter me. En eigenlijk doe je gewoon alles wat je kan om toch die bal voor je te krijgen. En denk je er eigenlijk niet bij na. En het gebeurde gewoon. Ik weet, het lukte. En uiteindelijk schiet ik hem binnen. En als ik hem niet binnen schoot, dan zou het natuurlijk ook niet zo'n hype zijn. Maar uiteindelijk alleen maar mooi. We sluiten deze uitzending af met een interview met Willem Jansen. De technische manager had toen hij begon aan zijn nieuwe uitdaging niet durven dromen dat VVV in deze fase van het seizoen op een derde plek zou staan. Nee, hadden we zeker niet verwacht. Het is weliswaar natuurlijk nog een tussenstand, maar hartstikke tevreden natuurlijk. Eigenlijk bijna met het hele seizoen al tot dusverre. En dat je op dit moment, waar het seizoen nu aardig ten einde gaat lopen, dat je op deze plek staat. Dat je stevig genesteld staat op een play-off positie ook. Dus hadden we natuurlijk op gehoopt. Maar hartstikke blij met hoe het elftal in samenwerking met de staf zich natuurlijk heeft ontwikkeld. Want hoe kijk jij als technisch manager naar die ontwikkeling nu? Ja, heel positief. Heel veel kenmerken natuurlijk die we graag terugzien. Een strijdbaar elftal. In een goede samenwerking. Laatst zij ook doelpunten maakt. Dus heel tevreden natuurlijk nogmaals. Want ik zeg, die plek had je gewoon niet op voorhand natuurlijk niet verwacht. Dat je zo kort achter de top 2 staat als VV zijnde waar je vorig jaar vandaan komt. Nogmaals, op dit moment hartstikke tevreden. Die doelstelling is play-offs halen. Dat heb je nu natuurlijk helemaal in eigen hand. Hoe kijk jij naar die laatste fase van de competitie nu? Nou ja, goed, het is, je hebt nog steeds punten nodig. Maar al met al kijk je altijd wel van wedstrijd naar wedstrijd. En nu zit je maart, april, heb je eigenlijk het hele jaar voor gespeeld. Om je hier op deze positie op de ranglijst te vestigen eigenlijk. En, nu wordt het de eindfase van het seizoen, wordt alles bepalend ook. Wat je nu het hele jaar voor gespeeld hebt, om dat nu te verzilveren. Dus in eerste instantie inderdaad, ik denk nog behoorlijk wat punten halen om uiteindelijk echt die play-offs veilig te stellen. En dan gaat het natuurlijk ook nog echt gebeuren. Dus zo kijk je er zelf naar. En nog 9 wedstrijden te gaan en alle vertrouwen dat we... Dat we de lijn die we nu hebben ingezet, dat we die ook kunnen vasthouden. En dat moet als eerste zondag gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Ik verwacht in ieder geval een goed gevulde koel. Sfeervol, ons publiek wat eigenlijk het hele jaar achter ons staat. Dat ze zich op die manier weer laten gelden. En ik denk dat de jongens dat ook verdienen. En nogmaals, hebben we ook helemaal niks te klagen over. Die wisselwerking is het hele seizoen tussen publiek en elftal. Ja, is fantastisch, denk ik. En dat heb je zondag in een derby tegen Roda weer nodig. En hartstikke mooi affiche. Dus ik verwacht een hele mooie wedstrijd met veel strijd. Met 2 ploegen die graag willen winnen. En hopelijk kunnen we de lijn nogmaals ook... van de afgelopen wedstrijden doorzetten. En ook zoals de laatste thuiswedstrijd tegen Den Bosch ook winnend afsluiten. Is het voor jou ook nog een bijzondere wedstrijd met een extra tintje omdat je zelf oudspeler bent van Roda? Ja, is wel leuk. Ja, zeker. 4 jaar bij Roda gespeeld.
Lang geleden inmiddels wel weer. Maar ja, het is altijd leuk om tegen oude clubs te spelen. Ook al ben je nu niet zelf actief speler meer. Maar dat, nee, daar heb je een fantastische tijd gehad. Dus altijd leuk om, om inderdaad weer je oude werkgever te treffen. Nee, zeker. En nog leuker om ze te verslaan. Absoluut. Gaan we voor. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof.